Zonder lucht, vrij ademen, daar gaan we het vanmiddag veel met elkaar over hebben. Ik kan elk bedrijf aanraden om bedrijfsvriend te worden van het Longfonds, want uiteindelijk moeten we het samen doen. En we weten allemaal dat de luchtkwaliteit op vele plekken niet goed is. Alleen lucht is heel moeilijk, het is niet tastbaar. En door het sponsoren van het Longfonds, dan zijn wij met z'n allen in staat om daar tools voor te ontwikkelen voor een gezonde toekomst van ons, maar ook voor alle mensen die nog in de toekomst op deze mooie wereld mogen wonen. Dus vandaar zeg ik iedereen bedrijfsvriend worden van het Longfonds. Voor gezonde longen, voor gezonde lucht, voor iedereen. Hoe we het inademen, hoe dieper het ook in de longen, in de longblaasjes en dergelijke terechtkomt. Wat gewoon effect heeft op het functioneren van je longen. Wat is de impact van onze beslissingen op toekomstige generaties? Vanwege de problematiek die eigenlijk ontstaat bij het koken, vinden we het als ATAG Benelux belangrijk dat we een bijdrage kunnen leveren aan een gezonder binnenklimaat. Dat doen we met een stukje awareness. We zijn ook bedrijfsvriend van het Longfonds. En met onze filters halen we niet alleen geuren en vetten eruit, maar ook fijnstof om op die manier de binnenluchtkwaliteit gewoon zo goed mogelijk voor de bewoners te reinigen.